en de vlog. Hallo. Ik heb dat hier gevonden. Terwijl dat wat opkuisen zijn. En wat is dat? Ik heb een aantal jaar aan een stuk, iedere keer voor nieuwjaar, 5 postkaarten met eigen foto's verstuurd naar klanten en familie en vrienden. Kijk. Allemaal in zwart-wit altijd. Er zat altijd natuurlijk een kaart in, Happy 2019. Maar hier achteraan staat er dan www.affotografie.com. Dat is ook nog eentje. Lonely on the beach, Aruba. Lower Manhattan, New York. The One World Trade Center. Dan kan ik even van elk eentje pakken. Het gaat beter gaan. Tot ziens. Ja, wat, de natuur is in gang geschoten, serieus. Ik heb wel al een hoesting om erin te springen, want het is nog zo koud, hè. 10 graden. Kom maar vlug verder toe met die postkaart. Voilà, we zijn terug. Dus kijk, ik ga ze gewoon een keer allemaal tonen. Dat is Moving People in Londen. Dat is Kitchen of Barbacoa in Londen. Dat is een restaurant van... Jamie Oliver. Asian Street Food in Londen. Ben ik in Londen geweest. Boring at the MoMA in New York. Sorry. Voilà. Er is ook nog eentje van Londen. Shadow Play at the Tate Modern in Londen. Mooi schaduwspel. Enfin. Dat is hier ook Millennium Bridge aan Tate Modern. Dat is terug New York, Central Park, Lonely at the Beach in Aruba, Lower Manhattan en One World Trade Center. Voilà. En wat is nu de bedoeling? Ik heb er dus nog massa's. En als je wil, ik ga eerst vertellen wat dat de bedoeling is. De bedoeling is dat je dat naar een geliefde stuurt. Met als wens een kus via de brievenbus. Een kus via de brievenbus. Dus als je wil, stuur je gewoon een berichtje. Ik weet nog niet hoe dat we het gaan doen. Als je van Roeselaar bent, ja, ik ga je ze moeten komen ophalen. Enfin, we gaan wel iets regelen. Maar dus zo'n pakketje, ik denk dat het er 8, 9, kijk, 10... 10 postkaarten. Dus niet vergeet niet, een kus via de brievenbus. 10 postkaarten voor 0 euro. Gewoon een berichtje sturen. Ga wel, ik krijg die kaarten wel bij jullie. Of jullie komen erom, we zien het wel. Voilà, bedankt voor het kijken. Dat was het. En tot morgen. Ciao, ciao.